Je moet inderdaad een klein beetje ijdel zijn, een beetje vol zijn van jezelf. Maar dat zijn we allemaal in BN'erland. Dat vinden we allemaal lekker. En wie ook vol is van zichzelf is Anthony. De voetballer, weet je nog, destijds van Ajax, nu Manchester United. Die dacht, ja, ik ben zo vol van mezelf. Ik zet een portretje van mezelf achter op mijn rug. Kijk, hier aan de linkerkant, daar zie je hem. Gewoon lekker zijn eigen foto op zijn rug getatoeëerd. En dat vond ik ook iets voor jou, Rutger. Nee, absoluut. Zo ijdel ben jij ook wel. Met of zonder bril dan? Nee, ja, absoluut. Ja, wel nog zonder bril. Zonder bril. Ik kan hem altijd nog bij tatoeëren. Ja. Ja, maar dat zou ik zonder meer wel een keer... Maar hij is zo dommig. Want ik vond het zo verschrikkelijk wat hij deed na die halve finale in de Beker langs Coventry City. Ja, maar op een plek... maar Coventry City, dat hij dan langs die spelers naar jij die penalty... Jij durft hem niet af te maken. Nee, ik ga hem niet afmaken. Dat hij dan een lange neus begon te trekken. Ik vind het gewoon een hele vervelende jongen geworden. Ja. En ik denk dat hij zo dom is, dat hij denkt dat hij die tattoo met zijn eigen naam, dat hij die er zelf heeft opgezet. Oh, dat denk ik. Dat zou best kunnen. Maar we hebben er ook een van jou gevonden, hoor. Foto's van jou met... Kijk, daar sta je. Ja. Sorry, blijf me vinden. Lekker ingesmit ook. Nou, even het sportweekend. Er gebeurde het een en ander. Ja, je wil me nog een paar keer inzoomen. Jij zit weer te hinneken natuurlijk. En je ziet hem eens tweelijk ook. Ja. Ja. Het is toch wel leuk, hoor. Ik vond het ook leuk. Ja.